Welkom een hele goede middag, geachte kijkers. Het komende uur zal ik proberen, ik, Kido Kunik, dat waarschijnlijk in beeld staat als host, jullie een fantastische talkshow te aan te bieden met twee gasten naast mij over de rol van data in de circulaire economie. Aan mijn linkerhand ziet u Wouter de Wolf. En aan mijn rechterhand ziet u Katja van Beaumont. En daar ga ik straks nog meer over vertellen. Maar u denkt wellicht een talkshow. Wij zijn webinars en webcasts gewend. Nee, het is een talkshow. Helaas kan ik niet met een microfoon het publiek inlopen. en een paar mensen betrekken. Maar we willen wel heel graag zometeen ook met jullie in contact staan. Daarom wil ik nu alvast zeggen. Uh, ...vul gedurende het hele, uh, de, de, hele, de hele uitzending uw vragen in... ...en dan komen we daar zometeen in deel 2 ook uitgebreid op terug. Dus we willen graag aan het eind de interactie dus vul de vragen in... ...wanneer ze in u opkomen en dan kan ik ze straks in het scherm zien verschijnen... ...en kunnen we daar nog verder op ingaan. Nou, het zou kunnen zijn dat niet alle vragen worden beantwoord of dat u dit kijkt... Uh, ...nadat het live is. We zijn natuurlijk nu uh, live, maar um, in dat geval kunt u achteraf contact met ons opnemen... ...om over dit onderwerp nog verder um, uh, ja, de discussie, de conversatie aan te gaan. Uh, dan nu, uh, eventjes beginnen natuurlijk bij uh, de dames, dat is dan weer netjes, uh, Katja van Beaumont. Uh, je bent de content lead uh, bij Capgemini voor manufacturing, consumer products en uh, retail... Uh, nou, wat dat precies allemaal inhoudt, daar komen we misschien later op uh, terug. Ik gaat dadelijk vanuit uh, uh, Capgemini dus uh, je wijsheid delen. En aan mijn linkerhand staat dus ook Wouter de Wolf... En jullie zien misschien, dit, dit is dus um, gedaan vlak nadat de kappers weer open zijn. Maar Wouter en ik hebben een, hebben een wedstrijdje gedaan. Wie het langste niet naar de kapper kan. Ik, ik mag over ik twee, twee weken. Gedaan, over twee ja, weken ja, ben ja. ik aan de beurt. Bij ja, ons valt ja, het misschien ja. iets meer op. We ja. hebben allebei verloren. Jazeker. Ja. Ja, uh, uh, Wouter Rol, je ja. bent senior marketing manager bij Signify. Ja. En uh, ja, Signify is misschien niet voor iedereen meteen bekend. Uh, het is namelijk ook Philips. En misschien is het... Voordat we beginnen, even handig om, om eventuele onduidelijkheid bij het publiek op te klagen. Maar waar hebben we het dan precies over als we zeggen Signify? Ja, nee, dus zeker. We krijgen die vraag uh, regelmatig. Uh, kan ik wel zeggen. Uh, Signify is het uh, voormalige Philips uh, Lighting. Dus uh, het deel Philips Lighting is uh, zo'n drie jaar geleden apart uh, komen te staan mm -hmm. van uh, Philips. En dat heet nu Signify. Dus wij zijn Philips Lighting. Overigens alle producten die ook als consument. Nog in de winkel kan kopen. Dus bijvoorbeeld hè, een, een, een mooi ledlampje lampje bij de Albert Heijn, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is nog steeds van Philips. Dus we houden dat, dat merk Philips precies. houden we nog, uh, nog, uh, nog een tijd vast. Maar dan weten we het even waar we het wel niet exact. over hebben als we dat uh, doen. Oké. Okay. Nou, genoeg over de kapper en genoeg geïntroduceerd. Uh, we willen natuurlijk heel graag met jullie hebben over de rol van data in de circulaire economie. En uh, we gaan dus eerst met elkaar het gesprek aan, dat is een soort panelgesprek, voordat we met jullie uh, de vraag gaan beantwoorden. We beginnen eerst wat meer inzoomen op de circulaire economie, en dan op de rol van data en hoe we dan daar uh, als, als economie of als land of met z'n allen verder in kunnen gaan. Uh, dus misschien even bij jou beginnen, Katja. De circulaire economie, even als, als onderwerp. Um, nou ja, misschien zijn er mensen die, behalve dat ze denken Philips, dat zijn de lampen, niet Signify, denken ze Kapgeem, die grote IT-boer. Wat moeten die nou weer met circulaire economie? Aan jou de schone taak, Katja, om dat even recht te zetten. Waarom geven we hierom? Waarom hebben we dit vandaag op de agenda staan? Um, nou. Even als eerste recht zetten dat we niet alleen een IT-boer zijn, zoals ja. jij zo lekker plat neerzet. Uh, nee, Capgemini is een consultancybedrijf uh, waar wij helpen onze klanten uh, hun bedrijfsvoering beter te maken op allerlei verschillende manieren en heel vaak door inzet van informatie of andere technologie. Um, nou, uh, een, wij hebben zelf ook als, uh, als, als doelstelling uh, bij te dragen aan de duurzaamheid van onze klanten. Mm -hmm. Expliciet een purpose ook voor gedefinieerd. Uh, om, uh, om niet alleen uh, het uh, het, het shareholderbelang, maar ook het stakeholderbelang bij onze klanten uh, en onszelf uh, uh, goed te vertegenwoordigen. Nou, en uh, circulaire economie duurzaam, is natuurlijk een onderdeel van een veel een duurzamere samenleving. Dus dat is ook een topic waar, waar wij graag uh, onze klanten helpen die transitie uh, te maken. Dus voor ons, maar het is überhaupt ook best wel een, een hot item, toch? Je ziet overal discussies en papers daarover verschijnen. Maar ja. waarom is circulaire economie zo relevant? Nou, eigenlijk kan daar uh, drie redenen, uh, kan ik daar makkelijk voor aandragen. En uh, de, de eerste, misschien niet de meest sexy, maar wel een belangrijke, is dat de Nederlandse overheid. Heeft een doelstelling gesteld uh, om Nederland circulair te hebben in 2050. Mm -hmm. Nou, dat lijkt nog ver weg, maar dat is het eigenlijk ook niet, aangezien er een tweede doelstelling was, op, dat, op die weg ernaartoe, uh, om in 2030 al de helft van de grondstoffen niet meer virgin te hebben, maar circulair te hebben. Okay. Nou, dat is, uh, dat is best een ambitie, uh, en we weten al in 2021. En in sommige bedrijfstakken gaat dat beter dan in andere. Uh, maar er is zeker nog werk aan de winkel. Dus, dus, dus dat dus, is de moet, ene kant. Dat is dus de <laughs> ene kant. Het moet en waarom moet het? Omdat ja. het aan de andere kant natuurlijk ook iets uh, een hele grote bijdrage levert aan um, uh, CO2-reductie. Een andere duurzaamheidsdoelstelling, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Door het in omloop houden en vasthouden van goederen. Um, hoef je ze niet opnieuw te ontginnen, niet opnieuw te maken. Nou, dat kost natuurlijk allemaal minder energie, minder effort. Uh, Kost gewoon minder. Dat is die andere grote uitdaging van ah, ja. veranderen. <laughs> Precies. Nou ja, en dat, dat, dat even doorstappend dan naar het bedrijf zelf hè. Mm -hmm. Dus dat biedt ook uh, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. En ook nieuwe verdienmodellen, maar ook kostenreductieperspectief. Dus dat zou de intrinsieke motivatie van de bedrijven al uh, moeten aanwakkeren. om met dit onderwerp aan de gang te gaan. Ja. naast hun eigen duur, duurzaamheidsdoelstellingen. Dus, dus het moet, het is het goede om te doen. Je wordt er ook ja. nog beter van. Ja, als, het goed, als je het goed doet, wel. Als je snel instapt, nou ja, als je, als je meegaat, wel, biedt dat, bied dat nieuwe mogelijkheden. Dus in, in, en ook mogelijkheden om inderdaad. Ja, anders over afval na te gaan denken en, ah, en daarmee het, te verwaarden. Er is er trouwens nog één. Ja, en, en de derde is, was toch niet bij. Ik dacht dat we er al waren. Nee, 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 de derde is natuurlijk consumenten. Ah. Uh, dus um, uh, ook uh, consumenten hechten natuurlijk steeds meer uh, belang aan, aan duurzaamheid. Mm. Dat zien we ook terug in de research die wij als, ik op een gegeven moment, als Research Institute ook doen. Niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Uh, dat, bedrijf, dat consumenten echt vinden dat bedrijven, specifiek ook consumentenproducten en retailbedrijven, uh, um, uh, meer moeten doen uh, om duurzaamheid uh, uh, ja, actief uh, te, ja, op de agenda te zetten. Ja. En niet alleen op de agenda te zetten, dat ook daadwerkelijk in een uitvoering te brengen. Was dat ook het element dat jij nog geen gedachten had houden? we er van? zit ook nog eentje, inderdaad. In de Hij zit eigenlijk bij jouw tweede, van hoe belangrijk is het. Uiteindelijk, dit gaat ook over materialen die gewoon op een gegeven moment opraken. Dus we hebben het hier over materialen die op... Dus we hebben de klimaatcrisis, maar we hebben ook op lange termijn een materialencrisis. En daar is dit ook de oplossing voor. En dat zie je natuurlijk meer in jouw branche, de elektronica, zou ik maar zeggen... Uh, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor uitputting van bodem um, en erosie, et cetera. Uh, als je meer aan landbouwproducten of aan, of aan hout, et cetera, ja. denkt, dan, dan geldt geld, geld daar ook nou ja, het afkalven van um, ja, het, uh, waar we überhaupt de materialen vandaan halen. Okay, dus... Meestal hè, als je een soort van marketingpitch doet, dan, uh, dan weet je als geen ander. Dan, dan wil je dat mensen het graag willen. Nou, dat hebben ze volgens mij nu is dat wel gelukt. Dat hebben we al vier belangrijke redenen aangedragen. Ja. Uh, maar dan is het ook goed om te weten wat het is. Ja, uh, dus misschien. wel. Wat, wat ik zou zeggen: circulair: het is dat je als je iets weggooit. Dat het dan niet in een afvalbak verschijnt, maar ergens anders in een, in een keten weer. En dat is ongeveer wat, wat je er klassiek van snapt. Ja. Uh, maar ik heb begrepen, ook in aanloop hier naartoe, dat het wel een stukje breder is. Zou je dat kunnen toelichten? Ja, zeker. Uh, nou ja, eigenlijk hebben we het over een transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie. En we mm -hmm. hebben een klein uh, visualtje die misschien er nu even in kan poppen. Ja? Ja. Dus we hebben uh, in traditioneel hebben we winnen grondstoffen, wat die dan ook zijn. Of dat nou uh, uh, bos of kobalt uh, of. Uh, Wolfraam is. Uh, uh, daar maken we iets van en we produceren uh, daar iets mee. Mm -hmm. uh, nou, dan wordt het gebruikt, uh, in sommige gevallen in, in het voedsel natuurlijk ook verbruikt. Um, en uh, wat er dan overblijft, dat beschouwen we afval. En wat we in Nederland natuurlijk al wel heel lang doen, is dat afval op een, een of andere manier. Recyclen. Ja, dat is natuurlijk klassiek uh, wat we wel kennen. Ja, um, uh, 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 of storten of verbranden. Nou, en binnen de circulaire economie proberen we eigenlijk in al die stadia het afval te verminderen en in de keten te houden. En daar heb je dan nou ja, de zogenaamde erg-strategieën voor. Een heel rijtje. Ja, een heel rijtje van uh, nou, reduce, dus al het, het minder materiaal in hoeven zetten in producten. Mm -hmm. uh, Refuse, heb ik eigenlijk dat nieuwe product wel nodig? Uh, of uh, kan ik nog wel even door? Uh, reuse, als ik het dan gebruikt heb, kan ik het nog een tweede leven geven? Repair, nou, hoe houd ik het dan in leven? Hè? Dus, ja. uh, uh, daar duurt ook nu weer wetgeving om. Producten reparabel moeten zijn, ja. Um, uh, refurbish, het, nou, het, het opkalevateren nog steeds uh, van, uh, van een product. Nou, kan ik het nog een ander, twee, ander doel geven als tweede leven? Kan ik het omturnen in iets anders. Uh, en uh, kan ik het dan inderdaad recyclen of upcyclen stukjes weer van hergebruiken? Dat nou, ja. zie je natuurlijk nu ook uh, weet ik veel, van, een, van een leren uh, bank, worden dan ineens veel, veel te dure portemonnees gemaakt of zo. Maar ja, dat, is, dat is dan een upcyclingvorm. Uh, ja. uh, uh, en in de bio-beesten hebben we natuurlijk ook nog rot, waar, waar je eigenlijk het ook weer teruggeeft om bodem te vrij. Ja, als iets Zeker. nog humus kan worden en hoeft het niet in een in een stortplaats ergens te liggen. Ja, precies. Okay. Dus en is zit er, er ook een bepaalde volgordelijkheid in in hoe belangrijk elk van die erren is? Um, nou kijk, hoe eerder je natuurlijk uh, in het proces kunt voorkomen dat er waste is. Hoe minder uh, energie er al uh, aan is gegeven. Hoe minder effort, hoe minder er al in geïnvesteerd is. Hoe minder CO2 er al bij. Uh, dus, dus in die zin ja, moet je al zo vroeg mogelijk in de keten na gaan denken. Uh, hoe kan ik het product en de waarde zo lang mogelijk in leven houden? En waste, welke vorm dan ook, hè, energie, uh, materialen. Menselijke tijd en aandacht. Uh, ja. uh, uh, hoe kan ik dat voorkomen? Dus okay, hoe eerder, dus, hoe beter. Wat het klassieke begrip is van je hebt, een, je hebt een stuk afval en daar hoop je nog iets mee te doen. Ja. En wat we nu eigenlijk constateren is: je hebt die hele cyclus moet veranderen. Niet alleen maar met het afval. En hoe eerder in de cyclus het zit, hoe groter de oplevering uh, ja. van. En ik uh, kan me dan voorstellen dat, dat je in het productieproces dingen moet veranderen. En niet te veel alleen aan de consumentkant. En laten dan toevallig een producent hier, hier aan tafel ja. zitten. Want, want Signify en, en de, de Philips-lamp, die, die worden ook door jullie echt geproduceerd. Ja. Zien jullie ook zeg maar, die, die circulariteit zo? En, 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 en vinden jullie het ook een belangrijk onderwerp als bedrijf? Nou, wij vinden ten eerste duurzaamheid heel uh, belangrijk. Dus uh, een van onze mooiste, zou ik zeggen, meldpalen die we hebben gehaald uh, afgelopen jaar, is volledig carbon neutral. En ook onze eigen productiefaciliteit volledig op duurzame energie. Nou, het is nog lang geen 2050. <laughs> nee, dus we dachten <laughs> laten we alvast beginnen. En uh, nee, dus uh, wat dat er gaat, uh, is het heel belangrijk, zit het in onze strategie. Um, we hebben bijvoorbeeld ook zero waste uh, to landfill, oftewel inderdaad hè, dat, dat laatste deel van ga je het storten, hmm. dat proberen we er, uh, hebben we eigenlijk nu in onze eigen productie uh, voorkomen. Um, en zoiets als verpakkingsmateriaal, hè? dus uh, voor onze con consumentenproducten uh, gebruiken we geen plastics meer in okay. het verpakken van, uh, van uh, producten. Dus ja, het is heel belangrijk voor ons en die circulaire economie is, ja, zien wij als een hele belangrijke waar we ook duidelijke doelstelling en de strategie op hebben. Ja, dus, dus jullie, jullie vinden het belangrijk als bedrijf. En, en als je dan kijkt naar die, die soort van geüpdate... dat begrip van circulaire economie... Is. dus hoe eerder in het proces je zit, hoe groter je invloed is... kijken jullie er ook specifiek als producent er ook na... van, hey wij hebben hier een heel belangrijke rol in circulariteit? Ja, ja nee, zeker, zeker. Kijk, het, het eerste wat je als producent kan doen... is kijken naar je productontwerp. Hè. Dus uh, om al die R's uh, toe te passen... Eigen, eigenlijk een van onze grootste uitdagingen erin is inderdaad: pas dat toe op je productontwerp. Dus als het gaat over: kun je iets repareren? Uh, kun je iets op het moment dat het ergens hangt, hè? in ons geval dus armaturen, zoals we ze noemen. Mm -hmm. uh, als die ergens hangen, kun je ervoor zorgen dat die geüpgraded kunnen worden. Dat die op een gegeven moment een nieuwe look en feel kunnen krijgen of door software geüpgrade kunnen worden. Uh, ja, dat zijn allemaal manieren om die levensduur te verlengen. Dus daar hou je eigenlijk bij je productontwerp hou je er al rekening mee. Ja. Hè? Je kijkt sowieso van uh, gaan er niet foute materialen in? Kunnen we het zo, zo energiezuinig mogelijk produceren? Maar je kijkt ook naar die volgende fases, dus in die gebruiksfase, om het zo lang mogelijk uh, te gebruiken. Maar je kijkt zelfs naar dat laatste deel van de recycling. Hè? En zorgen ervoor nee. dat iets uh, 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 goed te recyclen is. Nou, en toevallig heb ik ook een, uh, een uh, nieuwe technologie. Of Nieuwe voor ons vrij nieuwe technologie. Die hebben we hier in uh, van het plafond gegaaid. <laughs> en uh, daar ja, liggen Zo, zo, zo staat ze uiteindelijk. Maar <laughs> nou ja, om een voorbeeld te geven: dit is dan een spot hè, die je heel veel ook in retail uh, in winkels, zowel fashionwinkels als Herkenbaar. in dingen uh, ziet hangen. En die is volledig vanuit 3D geprinte materialen gemaakt. Nou, wat okay. is nou het grote voordeel? Dit is één soort kunststof. In dit geval uh, voor de liefhebbers polycarbonaat. Um, en omdat het uit één soort is geprint. Uh, kun je er ten eerste voor zorgen dat je steeds meer onderdelen, wat voorheen losse onderdeeltjes zijn, dat dus gewoon als één geheel printen? Dat is wat 3D-printen uh, ook mogelijk maakt. Maar tweede, het is één soort kunststof. Ze dus weten precies wat het is. Ja. Dus end-of-life weet je gewoon, Nou, dit is polycarbonaat, er zit één kleurstof in. Ja. Dus hij is gewoon veel beter te recyclen. Dus dan zie je dat zelfs een nieuwe technologie als 3D-printen ervoor zorgt dat je uh, in je productontwerp rekening mee houdt hoe kun je dit soort dingen. Uh, zo goed mogelijk recyclen. Dus, dus dit kan je in theorie, als het klaar is, weer desintegreren en als materiaal ja. nog een keer een lamp van ja. Ja. Printen. ja Dus we hebben nu in ieder geval testen dat je het zes keer kan hergebruiken. Dus je kan gewoon dit weer tot granulaat maken, een lijn of een, een draad uh, maken en weer opnieuw en iets printen. printen. Ja. Ja, ja. Wauw. Ja. Ja, dat ik, ik heb ooit stage gelopen bij de NVRD, Die doen dan afvalinzamelingen. Die, die, die hebben dan die ladder van van wanneer je iets moet willen en, en uh, in de landfill is verschrikkelijk. Maar het werd ook duidelijk dat als je dus producten binnen ziet komen bij de afval, dat je denkt van er zitten twee soorten plastic in. Daardoor kun je er niks mee. Terwijl als je het iets duurdere plastic voor het hele product had gebruikt, kon je het helemaal nog hergebruiken. Maar omdat de producent geen enkele reden heeft om dan iets duurdere plastic te gebruiken, gebeurt dat niet. En bij, bij, bij Signify, natuurlijk bekend misschien bij een aantal mensen van Philips, hebben jullie. Daar eigenlijk een soort businessmodel op gevonden, wat jullie een beetje pionieren, wat bekend is, dat is as a service. Dus dat jullie zeggen: van wij willen niet mega veel lampen verkopen, wij gaan licht verkopen. En, en ik, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of dat ook iets is wat jullie bewust inzetten voor circulariteit en hoe dat dan uitpakt. Ja, ik denk uh, zeker in rond circulariteit is uh, alle as a service businessmodellen heel belangrijk. En er zijn eigenlijk, uh, in ons geval zijn er drie uh, belangrijke redenen voor. Het eerste is dat we uh, op het moment dat je het as a service, hè, dus we verkopen niet meer uh, zoals normaal gesproken een, een land. maar echt de hele infrastructuur, bijvoorbeeld voor een winkel, as ja. a service. Dus voor een uh, jaarlijks bedrag bijvoorbeeld of een maandelijks bedrag. Um, het grote voordeel daarvan is dat wij precies weten wat er met onze producten gebeurt. Hè. Dus wij on onderhouden ze, dus op het moment dat daar iets defect is. of er wordt iets uh, vervangen, dan weten we dat. Uh, dus dat is al heel belangrijk uh, om gewoon te weten wat gebeurt er gebeurt met je producten. Maar het tweede. Uh, op het eind van uh, vijf of tien jaar, uh, net uh, hoe lang het uh, contract loopt, uh, krijg je de discussie, wat kunnen we nog met die verlichting? Dus laten we het hangen, uh, kan, hè? dat is één optie. Of gaan we het upgraden op een bepaalde manier, of gaan we zeggen van nou, dit is wel end of life. Uh, we halen het van het plafond af en uh, signify kijken of je er een tweede leven bij een andere klant bijvoorbeeld aan kan geven, of zorgen ervoor dat het zo goed mogelijk gerecycled wordt. En als dat je zou je dus klant niet... in, in, in principe zelf nooit doen? Dus is nou, niet per se iets waar ze zin kan, in hebben om dat uit te zoeken? Of... Kan, kan wel, maar het, het voordeel van het as a service model is dat je er ook echt als fabrikant end of life bij is. En dat is, anders hm. is dat gewoon heel vaak niet het geval. Dus dan kun je er al genees die, die discussie voeren. Hè? Ja. Uh, en het derde, en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste, is dat je een financiële prikkel hebt. om precies waar we het net over hebben. die producten zo duurzaam mogelijk en zo circulair mogelijk te ontwerpen. Want wij hebben een ontzettende financiële prikkel uiteindelijk ook. Om dingen uh, zo lang mogelijk uh, te laten hangen, levensduur maximaal te verlengen, goed te laten kunnen repareren en zo ook nog een tweede leven uh, te geven. Zoals dus, met, met dit spul bijvoorbeeld. Precies, ja. en, en die recycling ook goed, uh, goed te organiseren, omdat het gewoon, uh, totale businessmodel zorgt ervoor dat je de juiste prikkels hebt om dat ook te doen. Uh, dan moet ik wel bij zeggen. Je ziet ook wel eens, het businessmodel aan zich is circulair. Dat is natuurlijk niet zo. Uh, tenzij je er ook echt producten hebt. Hè? Dus dat ja, ja. gaat hand in hand. Maar als je gewoon hele slechte producten maakt en je doet het as a service, ja dan is het wel as a service. Maar als dat ding drie keer kapot gaat in een paar jaar. Ja, dan, dan is het voor de duurzaamheid en de circulariteit natuurlijk geen goede oplossing. Nee, dus het maar, gaat dat, echt, hand maar hand. dat voorkom je eigenlijk door je financiële prikkel zo ja, in te richten. Ja, ik, ja. ik denk dat heel veel mensen, maar ook bedrijven, in de winkel staan en denken: ja, ga ik nou voor deze goedkope lamp die drie jaar meegaat, of voor die veel duurdere, maar die gaat dan tien jaar mee? Jullie zouden dat natuurlijk meteen doen. Want je, ja, uiteindelijk ben je aan het eind van die levensduur veel goedkoper uit. En voor, dezelfde, soort, voor hetzelfde leasebedrag hebben jullie minder kosten gemaakt. Dus dat is, dat is die prikkel. Dat is die prikkel. En, en ja. daardoor denk ik dat dat businessmodel heel belangrijk is. Maar nogmaals, het moet wel met een product wat daar ja. bij past. Wat uh, voor de circulaire economie is ontwikkeld. Ja, en dan, uh, ja, het versterkt elkaar, ik zeg het al, hand in hand. En daarom is dat businessmodel toch wel heel belangrijk. Ja, mooi. Ja. Om enthousiast van te worden. En, en, en dat businessmodel van as a service... Is dat ook iets wat jij, wat jij breder ziet? Hè? Want je let ook op uh, manufacturing and, and retail, en retail, ook op consumer products. Maar gebeurt dat veel en wordt het ook gebruikt voor circulaire initiatieven? Nou ja, op deze manier maak je natuurlijk wel premium producten. Ook als je het as, uh, as a service... Dus die aan die zich duurder zouden zijn om te kopen. Hè? Doordat je het as a service maakt, maak je het ook bereik, bereikbaarder... Voor een, uh, ja, voor een lager budget zeg maar ja. een, voor OPEX zeg maar uh, uh, de, de, de CAPEX. Uh. Ja. <laughs> mensen thuis <laughs> <laughs> nee, Wat ik zei je gaat van je gaat van een, een capital investment dus een duur product moeten aanschaffen naar een naar operational uh, investment je dus het dat, alleen als je het ook liest zeg maar ja en datzelfde zie je aan de aan de consumentenkant ook met een, met een bijvoorbeeld met een merk als Mud Jeans die spijkerbroeken heeft. Mm -hmm. En die kosten inderdaad meer dan die van de HM of dan de, spij van de van de Primark, om het maar even uh, zo uit te drukken. Mm -hmm. um, dus, uh, uh, maar doordat zij ook een lease-model aanbieden, uh, kan je in plaats van uh, 120 euro voor die spijkerbroek uitgeven, wat misschien voor sommige mensen een opgave is. Mm -hmm. Voor 9 euro of 10 euro per maand een spijkerbroek leasen. Nou, wat er dan gebeurt aan het einde van die lease-periode. Is dat je die spijkerbroek terug kunt krijgen en voor een lager bedrag een nieuwe spijkerbroek weer? Dus je houdt zeg maar een nieuwe. Als consument ja. heb ik elk jaar een nieuwe spijkerbroek, maar ik betaal er niet in één keer uh, uh, als student of, uh, of uh, een groot bedrag voor. En als ik blijf bij die producent, dan wordt. Bedrag zelfs lager voor mijn volgende spijkerbroek of okay. mijn tweede spijkerbroek. En, maar is, is dan zo met jeans bijvoorbeeld bij, bij lampen en zo kan ik me iets beter voorstellen dat je dat zelf in de hand houdt. Maar met spijkerbroeken, dat verslijt en zo. Dat geef je gewoon kapot terug, toch? Ja, maar dat geeft dus ook niet, omdat zij dan ervoor zorgen dat het product weer nou ja, geschred wordt en weer een nieuwe spijkerbroek van gemaakt okay, wordt. Ja. En dat kost natuurlijk A 100% minder product voor die tweede spijkerbroek. Want ik gebruik het product, het materiaal van die eerste spijkerbroek. Mm -hmm. En twee, ik geloof 92% minder water uh, voor, uh, dan dat het gekost zou hebben... om okay. een nieuwe spijkerbroek uh, Ja, want textiel te is heel waterintensief. Water ja, ja, precies. Uh, ja. Nou, dus dat voorkom je ermee. Dus dat is een voorbeeld in een, een niet-smart product... waar ik toch als, als een service uh, kan aanbieden. Nou, een andere waarbij het dan niet zozeer... Uh, waarbij je... Ja, je, je bindt op die manier natuurlijk ook je klant. Het is dus ook een stukje loyaliteit en een soort uh, inzicht... een soort intimiteit die je met je klant uh, 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 in stand uh, kunt houden. Mm -hmm. Hetzelfde zie je terug bij levensmiddelen. Um, denk ik bijvoorbeeld aan een Pieter Pot. Uh, nou, de inhoud van die pot gaat leeg, maar die pot die gaat weer terug naar Pieter Pot, die heeft daar ook een stukje een uh, klantenbinding ermee. Wat, er, wat zit er in die potten? Nou, je bestelt bij Pieter Pot uh, bijvoorbeeld pasta... of zout of suiker of ja, ja, whatever. Ja. Die leveren dat in glazen potten aan. Dus niet in de, in de standaard supermarktverpakkingen. Tegen, uh, um, uh, en uh, aan het eind, als je pot leeg is... lever je hem weer in bij je volgende bestelling. Oké, okay, en dan, dan krijg je weer een nieuwe pot met wat je dan nodig hebt. Okay. Ja. En, en, het Dat is het statiegeldprincipe wat we vroeger ook ja. bij gewoon bij, de, bij, de, bij de, uh, wat was het? de melkboer hadden, weet je wel, flessen ah. voor de deur de ene dag en de flessen weer binnen de, de volgende dag. Ja, dat het is, is een beetje in. terug eigenlijk. Ja, maar wel met, een, ja, wel met het gemak, zeg maar. Ja. Wat we nu als consumenten uh, ook uh, gewend zijn, zou ik maar zeggen. Ja, ja dus er zijn eigenlijk allemaal voorbeelden. en ik, Zelf in, in de straat waar ik woon, uh, stikt het van de fietsen met een blauwe wiel. Zo'n ja. swapfiets, dus daar is het ook al... Uh, dus, dus dat is a service... Maar model. dat geeft ook bij swapfiets natuurlijk ook, net als wat Wouter net zegt. Je moet zorgen dat het wel een goede kwaliteit fiets is. Want anders ben je alleen maar meer tijd en, en geld kwijt als leverancier... Uh, aan het onderhoud en aan, 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 ja, aan het oplossen van problemen... in plaats van, ik, hoe beter die fietsen zijn... hoe minder gezeur ze ermee hebben. Ja. ja. En, en uh, mensen hebben natuurlijk ook uh, ingetuned... omdat ze het woord data zagen staan. Ik ja. kwamen we net al een klein beetje op. Hè, want, want Wouter zei, ik weet precies wanneer iets uh, klaar is... en end of life en wat erin zit. Het zijn allemaal dingen die, die je kan vastleggen... Uh, en vanuit Capgemini is het natuurlijk heel veel data, uh, uh, ja, we willen zo zeggen soms data nerds, maar data experts is het correcte, die denken, geef mij alle data, dan kan ik optimaliseren. Zie jij dat ook gebeuren in deze context? Ja, alleen wil ik heel eventjes terug naar de basis van waar hebben we het over als we over data hebben. En ja. ik denk dat er rondom het thema uh, circulaire economie eigenlijk, dat we even onderscheid moeten maken tussen drie soorten data. En het eerste zijn zeg maar, de masterdata. Uh, en waar Wouter net al refereerde aan, het productontwerp. Wat zit er dan allemaal in? Mm -hmm. uh, dus dat kunnen vastleggen. Welk materiaal is het dan? Hoeveel is het dan? Hoeveel van dat materiaal is dat dan? Um, wat is dan de, 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 de performance die ik daarvan mag verwachten? Dus de normen, de normen die ik stel, die zitten allemaal in het stukje. Nou ja, eerst maar even product vastleggingsdata. Uh, en het tweede is, dat moet je natuurlijk wel weten, want anders kan... Kan ik er niks mee? Ja. Het tweede stukje is dan maar ja, even de transactionele data noemen. Alles wat in de levensduur van dat product, met dat product uh, gebeurt. Uh, uh, nou ja, ho hoeveel branduren heeft hij dan in, in het geval van, uh, van, uh, van Wouter? Uh, maar ook uh, door hoeveel handen is die gegaan? En uh, wat, is, uh, uh, um, wat is de houdbaarheid als we het over ja. uh, Dus dat is allemaal gegevens over. ...over het, het in het leven uh, wat het product uh, meemaakt. Nou, bij IoT-producten heb je natuurlijk nog meer data... ...die gedurende de levenscyclus van pro het uh, proces. IoT is the Internet of Things, ja, zoals die, die, die al smart... die rampen, ...die zijn allemaal met elkaar verbonden in, in één... Ja, dus, ja, dus de, dus, de dat, smart producten dus dat me zijn Dat is in die zeggen. tweede en definitie. Ja, die zit wat al... zit er precies in? Wat gebeurt er gedurende de, de hele levens... periode? En dan hebben we de derde nog, en dat is het stukje KPIs... ...en die gaan over het proces natuurlijk veel meer... Um, waar ga ik dan op meten? Mm. En wat is dan goed? Uh, zoals Wouter net al zei: van we, gaan, we zijn omgegaan van het verkopen van producten als producten. Dus we verkopen van producten, maar we zijn overgegaan van producten van het uh, verkopen van een service. Nou, daar hangen heel andere uh, meetmomenten en ook meetwaarden, zeg maar, aan. Uh, om te bepalen doe ik het nou goed of doe ik het nou niet goed. Ja. Um, uh, en ook het, uh, ja, het, het eerlijk stellen van wat, wat is goed, daar zul je over na moeten denken als je die transitie maakt naar die circulaire economie. Ja, en de, 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 misschien even meteen terugkomen, want ik, ik gaf het net al aan, maar je, je gaf in je eerste het uitleg van hoe jullie met die producten omgaan en ook hoe dat in het model past al, een paar data-gerelateerde opmerkingen. Dan hebben we dus die drie definities van wat zit erin, hoe gebruik je het en hoe stuur je erop dat dat ook zeg maar, waarde oplevert. Ja. Dus bijvoorbeeld circulaire waarde. Is dat ook een beetje hoe jullie dat. Hebben geïmplementeerd in jullie model? Nou, zeker. Ik denk, uh, <coughs> wat uh, Katja zegt, dat we daar heel veel uh, in, uh, in uh, herkennen en dat we dat ook toepassen. Dus aan de eerste kant, gewoon qua productontwerp, heb je bijvoorbeeld een uh, zogenaamde LCA, een lifecycle analyse nodig, waarbij je gewoon kijkt wat is de milieu-impact van mijn product. Wat zijn ook de belangrijke knoppen waar ik aan kan draaien? Hè? Dus dat soort data heb je nodig om de juiste keuzes te maken. Maar afgesproken ontwerp je voor je functionaliteit, voor de juiste kostprijs. Maar nu komt er nog iets bij en dat is inderdaad. ...de milieu-impact. Ja. Uh, dus dat is één. Hè? Dus aan de voorkant heb je extra data nodig... ...om de juiste keuzes te maken. Maar Tijdens die gebruiksfase inderdaad is het cruciaal. En uh, één voorbeeld is inderdaad rond maintenance. Dus gewoon weten uh, wanneer is iets defect... ...zodat je dat ook goed kan repareren. Dat je ook precies weet welk product het is... ...wat gerepareerd moet worden. Gelukkig komt dat niet zo heel vaak voor uh, bij, bij onze Internet producten. Dat is dus echt cruciaal. Dat is, ja, ja. ja, dus wij connecteren dan ook echt steeds meer... ...van onze producten echt aan een systeem. Zoals jij dat uh, net ook uh, noemde. Um, ja, het tweede, wat daar ook heel belangrijk bij is, op het moment dat het geconnect is, dat we uh, nieuwe dingen kunnen toevoegen, bijvoorbeeld extra dimmen. Dus uh, in retail dimmen we bijvoorbeeld uh, voor en na openingstijden voor de klanten. Als er bijvoorbeeld uh, vakken worden gevuld. Uh, en dan kun je ongeveer met uh, 70% minder uh, energie kun je uit. Dus je kunt heel slim met zo'n systeem op afstand dimmen op momenten dat dat uh, kan. Dus dat is ook weer een voordeel. Blijven die lampen ook nog langer goed waarschijnlijk? Blijven ze ook nog langer goed. Dus daar zitten heel veel uh, voordelen aan. En uh, het laatste is ook, um, uh, hè, we hadden het net over uh, aan de ene kant de reparatie hè, en daar uh, data, maar je hebt ook dat upgraden, dus hè, uh, nieuwe functies toevoegen. Ja. Uh, je zou bijna kunnen zeggen een beetje de, de, de Tesla... Uh, de verhaal die krijgt uh, uh, ja. en je wordt wakker en je hebt weer een uh, nieuwe Tesla. Hebt, uh, ja, dus, dus de software updates bij hardware, nou, ja. dat zien we in verlichting dus ook in, in toenemende mate. Ja. En daarmee denk ik van ja, wat heeft dat nou met die circulaire economie te maken? Het uh, punt is dat je daardoor uh, steeds nieuwe functies kan toevoegen. Dus het zo lang mogelijk daar kan laten hangen en, en steeds meer waarde daaraan kan, uh, kan toevoegen. Ja. Dus dat is, dat is zeker iets wat wij, uh, wat wij ook zien. Ik denk daar nog één stuk bij, en dat is wel echt het terrein waar we net de eerste stappen in hebben gezegd, zou ik maar zeggen, is de data die je nodig hebt. End of life. Hè? Dus op een gegeven moment komen ze van het plafond af, hè, in ons geval de, de armaturen. Um, moet je bijvoorbeeld weten hoeveel branduren Zijn er bepaalde reparaties geweest? En dan kun je bepalen: oké, okay, hij kan nog een tweede leven hebben. Ja. Um, maar daarnaast, en dat is steeds belangrijker aan het worden: is uh, wat uh, als het wel gerecycled wordt uiteindelijk? Ja, wat, wat zit er dan in? Wat voor materialen zitten erin? Hoe haal ik hem uit elkaar? Uh, ja, dus dat soort informatie om nog beter te kunnen recyclen. Maar ja, dat is denk ik hetgene waar we nog echt een stap uh, in, uh, in uh, kunnen maken. En wat we ook echt nog moeten doen. En daar maken we nu de eerste stapjes in. Maar dat is wel cruciale data om die circulaire economie goed uh, ja. te laten werken. In, in die in ja. de eerste definitie eigenlijk zit dat ook. Dat ja. je weet wat zit er eigenlijk in. Ja, en, en ik denk dat het wel interessant is. Want bij bij Wouter of bij Signify is het natuurlijk zo dat zij in, met hun producten ook zeg maar eigenlijk keten in eigen hand hebben. Uh, dus zij hebben vanaf de vanaf het. Ontwerp van het product tot het ophangen en het weer, weer terugnemen van het product hebben ja. zij in eigen hand. Dus is, dan is het al makkelijker om. En dat is al een uitdaging hè, om ja. dan die data bij elkaar uh, te brengen. Uh, maar we hebben natuurlijk ook heel veel uh, ketens waar het overgaat van een producent naar een retailer, naar een consument of naar. Uh, en, hoe, uh, en dan naar een nou ja, reparateur, et cetera. Dus hoe. Dan heb je een veel groter ecosysteem van partijen waar je dan eigenlijk ook die data mee moet kunnen uitwisselen. Ja, maar dat lijkt me in de praktijk nu totaal niet aan de orde. Want hm. uh, iemand, iemand die niet van, van, van Signify, maar gewoon een random lamp koopt. En die gaat op een gegeven moment verhuizen met zijn winkel. Die gaat echt niet zeggen: Nou, hier jongens, kan iemand nog iets met die lamp toch? Dat, of is, is dat, dat lijkt mij niet realistisch. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk wel waar we naartoe moeten. Dus, dus niet realistisch. Uh, ik, 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 ik denk het deel wel, want je ziet natuurlijk ook al dat er veel meer. Opengesteld wordt aan data. Hè? Mm -hmm. uh, uh, nou ja, in, in, in CP en in retail uh, van uh, levensmiddelen zie je natuurlijk al heel lang. Um, uh, GS1-samenwerking, weet je wel. Uh, uh, over um, uh, datastandaarden en het, en het makkelijk uitwisselbaar okay. maken uh, uh, van data. Nou ja dat zul je veel meer moeten gaan ontsluiten, ja, Er zijn heel andere manieren ook. Die samen moeten komen om dat om dat te laten werken. Ja, je ziet het bij bij jullie natuurlijk ook in de, in het in het recyclingstuk, uh, maar maar het, uh, het, het moet veel breder in in de hele keten. En dus zitten jullie ook in dat soort samenwerkingsverbanden dan? Het is uh, mooi dat jullie heel veel zelf in de hand hebben, maar ja, jullie hebben ook niet een heel gebouw in handen bijvoorbeeld. Nee, dat klopt. Dus. Uh... Helemaal eens dat het veel belangrijker wordt. En de eerste stap die wij hebben gezet is bijvoorbeeld een service stack toevoegen. Dus dat is een QR-code dat je in ieder geval kan identificeren wat voor product is dat. Hè? Mm -hmm. en, en zeker voor onze producten die nog niet aan een systeem zitten. Want in een systeem wordt dat uh, via software natuurlijk bijgehouden. Ja. Maar dan kun je het ook nog fysiek zeg maar, uh, uitzoeken. In ieder geval, wat is dit voor product? Dat is, dat is stap één. Ja, tweede, heel eerlijk inderdaad. Heel vaak, en daarom is dat businessmodel wel heel, uh, heel uh, goed. Heel vaak end of life bij het slopen van een gebouw. Uh, zijn wij of een renoveren, uh, renovatie van een gebouw, zijn wij er niet meer bij. Nee. Um, dus uh, zeker het ontsluiten van die data daar, dat een sloper gewoon weet wat zit er in dit gebouw? Uh, uh, hoe kan ik het uit elkaar halen? Hoe kan ik dat zo optimaal mogelijk recyclen? Ja, dat is op dit moment iets waar we echt maar de eerste stapjes in, uh, in zetten. Want eigenlijk mooi, het gebouw zit vol met spul wat eigenlijk waarde exact, heeft... maar exact. niemand die, die doet er dan iets mee. Dus, dus je, daar zie je hele interessante initiatieven op uh, ontstaan. Een daarvan is uh, Madaster, uh, waar eigenlijk de doelstelling is... laten we er nou voor zorgen dat we van dat hele gebouw... gewoon hebben geïdentificeerd wat voor materialen zitten erin. Op het moment dat je data hebt over dat gebouw... wat voor materialen zitten erin, ja, dan... Ten eerste weet je precies wat het is en kun je het dus nog beter uit elkaar halen. En kijken wat heeft nog waarde, wat kan een tweede leven hebben, uh, wat gaan we recyclen. Maar omdat je weet wat het is, kun je het nog veel beter recyclen. Dus dat is één, uh, één kant. Ja. Tweede is, op een gegeven moment, en dat is denk ik zeker uh, op niet al, uh, al te lange termijn uh, steeds belangrijker: uh, er zit ook nog waarde in. Hè? Dus op het moment dat een gebouw uh, bepaalde materialen heeft, nou. Uh, Noemen ze wat met, met koper? Weten we dat al, dat al veel waarde heeft en dat het goed te recyclen is. Maar het gaat voor steeds meer materialen, natuurlijk. Alle metalen, hout, weet ik veel. Ja, exact. En op het moment dat je dat weet, kun je eigenlijk bewijzen van gewoon zeggen: Dit gebouw er zit nog voor uh, twee ton aan, uh, aan materialen in. Uh, dus dit gebouw is niet meer slopen en een kostenpost. Maar het is iets waar gewoon uh, geld in zit en waar waarde aan zit. Ja, en op het ja. moment dat je die data hebt. Kun je dat dus ook, uh, weet je dat? En kun je daar ook uh, de juiste keuzes in maken. Op ja, een manier cruciaal. van grondstoffen winnen uh, wordt exact. het dan in ja. feite. Ja. Dus, dus als al die, wat je zegt, al die stakeholders elkaars data gaan delen, dan heb je eigenlijk een overzicht. Maar dat, dat is dus, eigenlijk is dat is ook dat overzicht is überhaupt geld waard. Hè? Je hebt ja. heel veel bedrijven die gewoon leven van slim omgaan met data. En ja. dat soort initiatieven ook al in de maak. Dat, dat je ziet van, hey, met, bij die moet je zijn als je weet uh, wat kan ik nog uit een gebouw halen of zo? Ik, ik denk deels wel. En ik denk deels dat er dat er ook door technologie natuurlijk ook alternatieven naar voorhanden komen. Hè. Dus we kunnen bijvoorbeeld ook met image recognition um, uh, of andere scanning methodes ook op de achterkomen wat, wat, uh, okay. wat iets is, zonder dat je nou per se die uh, grote database uh, die uh, iemand dan moet hebben um, uh, beschikbaar uh, moet hebben. Dus dat zie je natuurlijk ook, ja, die, die koppeling die die Wouter net legt over die QR-codes, aan, aan die producten. Ja, ik heb in mijn in mijn trui hier ook een label zitten met wat het is. Maar ik kan ook op basis uh, van foto's en combinatie met het merkje, kan ik ook al zien. Uh, ...wat het dan zou moeten zijn, hè? af te leiden van de hoeveelheid data die we al op het internet ja, met z'n allen verzameld hebben. Als he? die kan dat gewoon leren herkennen. Ja, dus daar zit ook een, wel een rol voor de inzet van, uh, van technologie. Mm -hmm. En een leuk voorbeeld wat wij dan um, met, samen met ReShare, dat zijn de uh, winkels van het leger des heil, de, de, ja. de ringloopwinkels van het leger des heil... ...ze hebben is um, het uh, Circle en daarmee helpen wij hun mensen om een uh, goede prijs te bepalen voor de tweedehands kleding die ze aangeboden uh, krijgen... Anders moet dat allemaal bij een, een medewerker zelf... Uh, uh, en dat zijn natuurlijk heel veel vrijwilligers... die maar één of twee uurtjes uh, ja. in, in de weken... Uh, wat uh, voor die winkels doen, uh, terechtkomen. Wat wij dan doen, is uh, uh, die, die kleding... of die oplossing die wij daar neer hebben gezet, fotografeert die kleding, die ja. bepaalt... Wat het, wat het is, ber en ter, op dat item. Mm -hmm. uh, nou, in combinatie met uh, het merk van wat het is, kan er dan een eerlijke prijs voor die winkel weer bepaald worden. Ja, die is dan dus... ook overal een beetje hetzelfde. Anders krijg je gewoon één medewerker, zegt 20, de ander zegt 30. Ja, is heel tijdsintensief, foutgevoelig. Ja, en op die manier haal je en zeg maar die belasting voor die, voor die medewerker eruit. en zorg je voor een consistent uh, prijsbeleid ja. in, uh, in die winkels. Dat is echt heel dus... zuiver data om dingen circulair te laten werken. Ja, en daarmee is het dus niet end of life... maar geef je het nog een reuse, een second life. Ja, dat dus is toch een weer van de uh, een, 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 een stapje eerder in de keten... <laughs> proberen we dan uh, ja, waste te voorkomen. Hey, en, en, en als we nou kijken nou hoe we dat doen als, als, als Nederland. Um, nou, jullie zijn al een tijdje bezig met dat model. Waarschijnlijk in het ecosysteem van bedrijven wel wat ervaring... Um, doen we dat nou goed? Of zijn er landen veel beter dan wij? En wat kunnen we dan leren? Wat is jouw inschatting? Walter? Nou ja, ik denk op, op het laatste punt: hè, van maken we al stappen en zie je dat bijvoorbeeld ook in de retail? Uh, ik denk uh, gisteren is een hele mooie uh, Jumbo-winkel in uh, Goor uh, geopend. Uh, de meest, pre predicaat meest duurzame uh, winkel in, uh, in de Benelux. Uh, hoge priem-score, maar ook een materiaalpaspoort uh, daar gemaakt. Dus, ja. hè, daar zie je de eerste initiatieven dat je gewoon bijhoudt wat voor materialen. Uh, in zitten. Allemaal van die spotjes, denk ik dan. Nou ja, dit soort spotjes, er zitten heel veel 3D geprinte spots uh, overigens uh, in, en daar wordt dan voorbij gehouden van wat voor materialen zitten. in. Dus, ja. dus je, je ziet die stappen dat we die maken. En jouw vraag over Nederland als totaliteit, dan een beetje uitzoomen en ik kijk ernaar. Uh, en ook omdat wij natuurlijk uh, wereldwijd uh, opereren, dus je ziet ook wel uh, ja. wat betreft verlichting, wat er in andere landen gebeurt. Dan zijn we in Nederland op de circulaire economie wel echt frontrunner. Hè? Dus, uh, ik denk wel dat er veel initiatieven. Merjeans heb je al genoemd. Nou, ze zijn er uh, tig uh, mooie voorbeelden in Nederland. Ja, wij zijn wel frontrunner op dit gebied. Mm -hmm. um, maar het uh, Planbureau heeft ook een rapport uh, uitgebracht. Waarin er ook heel duidelijk staat: als wij die ambitie van 2050 willen halen. moeten we nog heel veel stappen zetten. Ja, maar dat moet je. Dat is een moetje. Dus dat... <coughs> dat is een moetje. <laughs> ja, maar, maar ik denk dat er ook. Dat we ook wel heel... aanbevelingen in. Ja. Het is dus niet ja. alleen. Uh, ja, want het, er wordt ook. Dat is het rapport waar Wouter aan refereert, hè. Dat net vorige maand, volgens mij, de, de eerste integrale circulaire economie-reportage is er opgeleverd. Ja, 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 kan je kan je opzoeken. Maar, um, uh, en daar, 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 daar wordt gewoon feitelijk geconstateerd uh, hoe we ervoor staan richting die ambitie. En ook wat, wat er goed gaat en wat er nog niet goed gaat. En inderdaad, die innovatiekracht, die is er zeker wel. Het schalen is, uh, een, is, een, is een issue. En, mm -hmm. um, het punt dat we in dat recyclingstuk, dus in het laatste stuk, zitten al heel veel. Uh, en daar zitten ook heel veel in, nieuwe initiatieven. Ja. Maar je moet er gewoon eerder in de keten wat doen. Uh, en ook daar, ook daar zie je natuurlijk uh, uh, bedrijven wel stappen maken. Hè? Dus uh, we hebben ook, uh, ook bierbrouwers in Nederland. die uh, het water wat er uh, bij het productieproces vrijkomt, uh, weer laten gebruiken voor het irrigeren uh, ja. bij, uh, bij boeren. Uh, het drap dat er bij, bij komt kijken, blijkt ineens super hoogwaardige eiwitten te bevatten. En kan je gebruiken voor uh, nou, allerlei um, uh, Landbouw, levensmid uh, levensmiddelen uh, 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 hoogwaardiger maken. Uh, dus, dus er zitten. Dus, hoe, dus er zitten al allemaal dingen, ook echt in de, zonder, zonder het nou heel complex te maken. De, ja. In iedere stap valt wat te winnen. Dat is wel grappig, want, dat ja. was een van de eerste dingen die we zeiden. Dus dit gesprek is dan ook uh, circulair geworden. Want al die R'en die je liet zien, die, die zijn ook in Nederland aanwezig. En ik ga nog één vraag aan jullie stellen, maar ik wil vast de mensen thuis even waarschuwen. Schrijf even je vragen op, want daar gaan we dan direct mee beginnen. Uh, zodat we hier in de studio ermee uit de voeten kunnen. Want we kwamen het inderdaad al op van Nederland die zegt, we willen dat in 2050 zijn, in 2030 voor de helft al uh, helemaal circulair. Um, moet er dan ook echt iets aan de wetgeving kant gebeuren? Of verwachten we dat dat uh, in de samenleving en samenwerkingsverbanden wel gewoon gaat gebeuren? Wat is jullie kijk daarop? Ja, ik zou zeggen, uh, puur vanuit uh, bedrijven alleen. Uh, ik denk dat er heel veel mooie innovaties en er ook heel veel kan en er ook heel veel... Uh, nou, veel bedrijven zijn die dit ook belangrijk vinden en daar ook echt stap in wil maken. Ik denk dat de overheid ontzettend kan helpen hierbij. En uh, ik denk dat de overheid kan helpen op drie punten. Eén is uh, innovatie afnemen, dus launching customer worden, dat doen ze. Maar dat kan altijd nog een heel, een heel stuk meer. Ik kwam volgens mij ook nog uit het planbureau een van de aanbevelingen om dat te gaan doen. Uh, het tweede is inderdaad uh, stimuleren of straffen, hè? dus uh, subsidies uh, geven waar. Dingen uh, versneld moeten worden of straffen, misschien belasten van hele uh, niet-circulaire uh, producten en processen. Incentives. Incentives, ja. Ja. ja, en ik zou als laatste zeggen: wetgeving, maar wetgeving moet altijd natuurlijk slim uh, uh, en ook zorgen voor een goed level playing field. Maar ik denk uiteindelijk uh, als stok achter de deur, uh, wetgeving, is altijd uh, zeker ook een optie. Er zal ergens wetgeving moeten komen. Ja, want nou, ja, ja. je ziet het ook natuurlijk op het gebied van plastics. dat. Uh, dat ja, er is nu zo'n zo weerstand tegen het gebruik van recycle plastic... omdat het duurder is dan, dan virgin plastic. Ja. ja. Dat komt ook natuurlijk voor een deel... omdat we geen eerlijke prijs aan... Uh, um, uh, uh, aan, aan, die, aan die producten geven. Ja, maar Want niemand we nemen betaalt de... voor wat er aan water en, en aan afval en zo allemaal nodig is. Ja, en het is natuurlijk super makkelijk om nu dat oude plastic maar naar Indonesië te verschepen. Ja, maar ja, ja. gelukkig uh, wordt dat uh, afgeschaft of is dat afgeschaft. Dus, uh, 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 dus op die manier moet je daar ook eerlijk, uh, eerlijk over zijn. En, en kan, je dat, kan je ook zo'n die, 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 die schaling die nodig is om die kosten omlaag te krijgen alleen maar voor elkaar krijgen op een gegeven moment door normen te gaan stellen? Ja. Dus er komen nu normen over, nee, plastic moet vanaf dan X procent gerecycled plastic zijn en vanaf dan Y procent gerecycled. En dan gaan we natuurlijk allerlei initiatieven zien om dat gerecycled plastic groter te, te, te ja. maken en daarmee uiteindelijk ook goedkoper te maken. Ja. En er zitten nogal wat andere wetgevingen in de weg ook. Die prachtige initiatieven om uh, bij een supermarkt aan het einde van de dag gaat er het een en ander de prullenbak in. Ja. Helaas, wat dan aan de dag zit. Soms gaat het naar een restaurant, heb ik inmiddels begrepen. Ja, ja maar ja, die zijn dicht. Dus dat is dan. Ja, dat We waren net zo circulair <laughs> bezig. Ja, nee, maar je ziet dan dus nu wel weer van, die. Ja, als je dat dan scheidt. Die sinaasappelschillen, daar zie je ook mooie initiatieven. dat die weer in afwasmiddel uh, uh, gebruikt worden. Ja. En tegelijkertijd zitten er dan wel weer haken en ogen aan. als je brood, wat ook natuurlijk aan het eind van de dag. Uh, van de plank af moet. Een uur eerder was het nog prima te verkopen. en dan is het negen uur en dan mag het ineens uh, niet mm -hmm. meer. Mm -hmm. Ja, als je dat in plaats van weggooit. zijn er ook initiatieven om daar bier van te brouwen. of 3D-nieuwe uh, uh, koekjes van te printen. Ja. Maar er zitten dan wel weer haken en ogen aan want het gebied van reg regels, die we allemaal in goede bedoelingen voor de voedselveiligheid hebben opgezet. Ja. Maar dit nu wel in de weg zit. Daar komt de overheid ook weer uh, kijken. Ja, ja. Oh, we, hebben we hebben van alles al besproken natuurlijk. Hè. Belang en, en hoe zit circulaire economie in elkaar? Hoe wat voor mooie initiatieven zijn er om dat te stimuleren in de bedrijvigheid van Nederland? Uh, uh, wat welke rol data daarin speelt, kan spelen? wat er in de toekomst gebeurt en hoe de overheid de rol speelt. Dus ik denk dat wij hier aan tafel wel heel veel hebben gehad. En er zijn ook natuurlijk mensen thuis die, zijn, die staan aan het popelen... om met hun groene vingers aan de slag te gaan met circulariteit. En ik ga nu jullie vragen daarvoor gebruiken... om hier het gesprek mee voor te zetten. Nou, eerste vraag is van Arjan Leest. Dankjewel voor je vraag alvast. De meeste circulaire oplossingen zijn kleinschalig en duur... Wat is er voor nodig om de massaproductie mee te krijgen in een circulaire economie? Misschien eerst even naar jou kijken, want er worden toch aardig wat lampen gemaakt, zou ik zeggen. Nou, ik, ik denk uh, ten eerste een hele goede vraag. En uh, herkenbaar, ik denk dat je heel veel van de initiatieven die we ook hebben genoemd, die zijn toch wel wat aan de kleine kant. Nou ja, je merkt wel dat uh, bij ons neemt de productie van 3D-geprint echt toe. Dus, uh, en dan gaan we echt richting massaproductie. Dus daar zijn zeker ook mogelijkheden toe, ook vanuit bedrijven zelf. Dus uh, is het. Ook de, de stellingen, is het altijd uh, duur? Nou, dat hoeft dus niet per se te zijn. Uh, je kan ook uh, een meer circulair design uh, maken, wat niet per se duurder hoeft te zijn. Als je bijvoorbeeld slim ontwerpt, bepaalde materiaalkeuzes, modulairder. Er nou, zijn allemaal uh, sowieso al mogelijkheden om hem niet duurder, maar circulairder te maken. Ik denk wel het tweede waar we het net over hadden. Dat je vroeg of laat toch wel de overheid nodig hebt, want... Veurtje materialen zijn nog zo, zo goedkoop op dit moment. Ja. Dat je dan toch met belastingen of met, die, met die stimulering... Prikkels. Dan die prikkels je heb het je toch goed om het te, nodig. te beginnen. En veel duurder ja. om vervuilend te zijn. Ja. Zulke ja. dingen. Ja. Ja. Oh, ja. Ik zie meteen nog een vraag binnenkomen. Tenzij je nog een aanvulling hebt, Katja. Dat, dat kan natuurlijk ook. Nou, Zal ik me Even, we gaan gewoon verder. Ja. Als, als je op iets komt, dan hoor ik het. Ja. Mark Vermeulen, dank voor je vraag. Uh, je krijgt als producent niet alleen je eigen producten terug, maar vrijwel altijd een mix. Alle verlichting, niet alleen de Signify-verlichting. Hoe kun je bepalen hoe een product dat je niet zelf hebt gemaakt, toch circulair kan verwerken? Uh, goeie, goeie vraag ook weer. Uh, nou, in ons geval zeker als je kijkt naar de. Uh, producten uh, die in de retail gaan, uh, maar ook uh, onze producten die in uh, hotels gaan of uh, ook in offices, dan zijn dat meestal wel totale projecten. Dus dan in dat geval krijgen wij wel uh, al onze producten en dan zijn het allemaal Signify-producten. Dus we komen in de praktijk dit niet heel vaak tegen, maar ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel andere sectoren en gebieden wel het geval is. Maar hier, hier kom je toch weer op dat punt van data. Dus op het moment dat jij niet Data hebt en je kan niet identificeren wat het product van een concurrent is, ja. Ja, dan kun je er niet meer mee dan elke recycle partij er nu mee kan. Dus je hebt die data nodig uh, dat je hem kan identificeren en verder informatie over wat voor materialen erin zitten om dat goed te kunnen doen. Maar als je dat niet hebt, wordt het, uh, wordt het uh, heel, heel lastig, denk ja. ik. En zit dat dan ja, ook een beetje dat, in ja, samenwerking of? Ja, dat wil ik net zeggen. Want ja. dat, zit, dat gaat natuurlijk dan om, om een ecosysteem creëren waarbij je niet zelf alles hoeft te doen. Uh, maar inderdaad uh, uitwisselt met andere partijen en daar ook je partners in kiest. En, um, en dat is eigenlijk ook nog een mooi brugje naar de vorige vraag. Want kleinschalig hoeft niet per se duur te zijn en hoeft ook niet per se erg te zijn. Want soms kan het natuurlijk ook juist iets lokaals zijn. Hè? En dan denk, ik, dan denk ik bijvoorbeeld aan dat initiatief uh, van uh, Rotterdam. Een, een prachtig Rotterdamse bedrijf. Als het een woordgrap als naam heeft, ben ik meteen. Ja, ja dat is, ik vind het ook al briljant. Maar uh, die, die groeien uh, paddenstoelen. Uh, 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 en niet van die hallucinogene paddenstoelen, maar gewoon, ja, gewoon eetbare oesterswammen, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, op koffiedrap. Mm -hmm. Nou, die koffiedrap die halen ze op. Met uh, fietscouriers zo bij de lokale uh, barista's, zal ik maar zeggen, in, uh, in Rotterdam. zal ja, misschien nu ook alle ietsje minder is. rust. Alle die gaan volgens mij. Ja, nogal, ja die, wat er open is en afhaalt, dat kan nog steeds. Nou, die, uh, daar groeien ze die, die paddenstoelen op. Die, de, die paddenstoelen die worden weer aan de lokale horeca uh, 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 doorverkocht. Uh, en het hele mooie is dat, uh, uh, dat je dan vervolgens dat. dat, dat die, uh, dat millennium waar die paddenstoelen op uh, in de dus dan maar wortels ja, als van een de paddenstoelen zitten, onder. Nou, dat schijnt ontzettend goed uh, basis te zijn voor veevoeder. Want het is ontzettend eiwitrijk. Ah, ja. um, dus op die manier hebben we eigenlijk gewoon helemaal geen waste meer van het koffie, maar wel drie hoogwaardige. We hebben goede koffie gehad, ja. we hebben nou, prachtige paddenstoelen gegeten. En die dieren die hebben we ook eens een keer eten gehad. Dus ik bedoel, hoe, hoe mooi kan je het uh, eigenlijk maken dan? Ja, ja en dat, dat is kleinschalig. Dat, is, ook dat is Ja, het kleinschalig. En, maar je haalt wel drie keer waarde uit. Ja, ja. ja mooi. En er is nog een andere vraag. Ik, meteen even, ik denk dat die ook een beetje ingaat op, uh, op wat je net zei. Van dat we als Nederland een beetje frontrunner zijn. De vraag is van, uh, van Mark. Hij zegt: wij, hebben, wij zijn een exportland. Vinden jullie dat we recycled materiaal moeten gaan importeren? Dus het is even tegenovergestelde van de Indonesië grap. Om uh, um nieuwe industrie op te bouwen. Hè, dat, dat, dat als je als frontrunner uh, dan ook meteen een industrie opbouwt, heb je er misschien als land ook heel veel aan. Hoe kijken jullie daar tegen? Nou ja, je ziet natuurlijk een land als, uh, als China alle grondstoffen van de wereld ongeveer op dit moment claimen op, op uh, slinkse wijze. Hè, door op verschillende plekken uh, nou ja, uh, uh, zich te vestigen en uh, bedrijven daar. Uh, nou ja, mijnen en op, op echt alle grond, daar heb ik dan over. Uh, nou ja, als je, dat, als je die beweging voor een deel ook wil tegengaan en dat ook, um, um, ja, en daar ook, nou ja, misschien wat humanere keuzes in maken, om ja. politiek correct nog een beetje. Mag best zeggen wat je vindt, hoor. Het is verkiezingstijd, we gaan er gewoon voor. Ja. Um, is, dat, is, dat, uh, is dat misschien helemaal niet zo'n gek idee om, uh, om, om eigenlijk de waarde van, uh, van, van die reststoffen nou eens echt ook als waarde te zien. En nou ja, staan bij mij in de gemeente staan uh, uh, van die mooie stickers op de, op de vuilnisbakken met Utrecht weet wat waarde, of Utrecht weet dat afval waarde is of zoiets. Ja, zeggen. Ja. Nou ja, dan, uh, ja. Als, je, als, we, als we dat nou gaan doorleven, dan zijn dit soort dingen helemaal misschien niet zo gek. Ja. Tegelijkertijd... Kijk, ook als je naar landbouw kijkt, hoe we, hoe we eigenlijk de, de, de grond in Afrika uitputten om de Europeanen eten te geven, dat is natuurlijk ook al verknipt. Dus dat je veel meer ook in die, op die manier circulair moet drinken van ja. waar je het afval geen. waar je de spullen onttrekt ja. om uh, vervolgens ergens anders afval te creëren. Dat, dat klopt meteen, dan niet. Als je in, zoals ja. op die die slide net, als je naar de hele keten kijkt, zie je dat meteen. Ja. Ik ben ook wel benieuwd. Ja, we hadden uh, natuurlijk een keer vooraf, ook als frontrunner, hè, dat wij wij hebben bijvoorbeeld bij de, de circulaire economie nog de kans, maar dan hebben we bij de, de energietransitie hebben we die slag een beetje gemist. Uh. Ja, want volgens mij tien uh, 15 jaar uh, geleden uh, had je ook in Nederland uh, de eerste bedrijven die met zonnepanelen en met windmolens ja. begonnen. En uiteindelijk is dat toch. Want wind. Dat hebben we dat hier. Dat hebben we wel. <laughs> Alleen we bouwen die windmolens niet meer zelf. wil je fietsen, ik er ja. altijd tegen. <laughs> ja. Wat doen we met al die energie? Ja. Nou, dan moet je dat van tevoren uitzoeken waar de windrichting vandaan ja. komt. En daar je afspraken, je afspraken. Je afspraken <laughs> Maar ik denk over dit punt. Uh, ja, als je 100 jaar vooruit kijkt. Hè, stel je kijkt echt 100 jaar vooruit. Dan is het. Ik denk als je dan terug gaat kijken. doen we gewoon een paar dingen gek. En dat is inderdaad. die waarde van grondstoffen wordt dan ontzettend cruciaal. Dus het feit dat we het nu op een hoop gooien. Uh, dat is misschien nog wel heel waardevol. Dus hè? het feit dat het op een hoop uh, is en je, je sluit het af, misschien is dat over 100 jaar is dat gewoon echt een bron. Goudmijn. Een goudmijn. Een robots en die halen ja. die dingen. Exact. Eruit. En daarom is het verbranden. Verbranden is eigenlijk helemaal niet zo'n hele slimme op, uh, oplossing voor, uh, voor de lange termijn. Voor nu korte termijn wel, of lange termijn niet. Ik denk, ja, moet je het, moet je het allemaal? Uh, gaan we uiteindelijk afval importeren? Dat is denk ik een, een, een belangrijk ik kan me voorstellen dat als wij een hele goede recycle-industrie hebben, dat je dat dan wel doet. Maar ik denk idealiter zou je dat toch in elk land willen hebben. Dat je het op een lokale of in ieder geval een landelijke niveau uh, gewoon allemaal goed kan recyclen. Dus alles wat er in Nederland dan ja. als grondstoffen of als nou, dan nog afval, maar dan als grondstoffen wordt gezien, dat we dat lokaal kunnen uh, verwerken weer tot, tot nieuwe materialen. Ik denk dat dat zou het ideaal zijn. Mooi. Maar als dat een, een globale industrie uiteindelijk wordt, kan dat natuurlijk ook. Schrijft u thuis mee, u was erbij, Wouter de Wolf, die daagt de ladder van Lansing uit. Die zegt <laughs> namelijk dat afval weggooien het aller, aller slechtste is. In een, in een landfill, in een, een afvalnisbelt En dat verbranden beter is, want dan haal je er nog warmte en energie uit. Maar over 100 jaar, jaar. komt Wally de Robot er allemaal dingen <laughs> uit halen En dat kan niet als het verbrand is. Dus, dus let op. er is nog een andere vraag van een andere Mark, in dit geval uh, Mark Schaier, dank voor je vraag. Wanneer data van belang is? Wie is dan de eigenaar van de data? Ja, daar kwamen we net al een klein beetje op. Hè? Van Zijn er geen, geen knappe koppen die zeggen: geef mij al die data maar, dan maak ik er een businessmodel van? Ja, dat is dan ook weer as a service. Daar uh, zijn we weer terug bij uh, halverwege het gesprek. Ongelooflijk. <laughs> ja, maar dat kan natuurlijk best. Waarom zou daar niet, uh, is daar niet ook een, uh, een verdienmodel? Uh, als het zo lastig is uh, om die data uh, 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 zelf te, uh, te ontginnen, zijn hey, ja? we er ook weer. Uh, dan kunnen er natuurlijk prima partijen opstaan die, daarin, uh, die daar een rol in uh, spelen. Maar, uh, zijn die, want de vraag van eigenaarschap is natuurlijk ook wel interessant. Want als ik allemaal data ga geven, omdat ik denk ik draag een steentje bij aan de circulaire economie. en ik zie uh, zeg maar de, de circulaire Mark Zuckerberg uh, op die databerg zitten en er uh, schatrijk van worden. Dan denk ik ja, ik ben gekke Henkie niet. Ik wil geld voor die data of ik, ik wil eigenaar blijven of zo. He, hebben jullie daar. Ik, ik heb geen idee hoor. <laughs> Dit gaat een beetje verder dan we hadden van tevoren. Nou maar ja, maar ik, ik zie een heel businessmodel. Ik, ja, tevaren. nee, maar ik denk dat er versch verschillende opties zijn. Dus hè, het initiatief van Madaster probeert dat als een kadaster voor materialen zo onafhankelijk mogelijk te doen. Hè. En volgens mij, ja. uh, uiteindelijk zit daar ook een stichting uh, boven. Dus die willen eigenlijk een onafhankelijke partij uh, zijn. Het is overigens een hele goede vraag van, uh, van, uh, van Mark. Um, tweede is inderdaad toch dat een commerciële partij het gaat oppakken. Ja, en de vraag is dan, hoe erg is dat? Hè? Hoe erg is het? En zeker uh, zou je dan aan een businessmodel uh, kunnen maken. Nou, denk ik à la Google nu in uh, wat is het uh, Australië. Ja. Dat ze op een gegeven moment wel moeten betalen om uh, al die data uh, toegang te krijgen. Dus uh, daar zou ook weer een verdienmodel voor een, uh, voor een fabrikant in kunnen zitten. Ja, en dat, ja. Gaat, dat gaat niet alleen in Australië nog een discussie. Nee, nee maar, dat als denk je, ik ook. Als je bedenkt dat je natuurlijk ook een soort van verantwoordelijkheid krijgt al dan niet... Uh, via wetgeving voor hoe jouw product uiteindelijk waar dat uiteindelijk belandt, uh, zou, zou je het ook kunnen zeggen? Nou, ik, ik stel mijn data ter beschikking om die verantwoordelijkheid voor een deel af te kopen. Mm -hmm. Want an anders kan ik niet aan mijn verantwoordelijkheid uh, voldoen. Dus, dus er valt van beide kanten wat te zeggen of, of die Mark Zuckerberg nou een, uh, een good guy of een bad guy zou zijn, zou ik maar zeggen. Nee, het ging me meer over het feit dat hij gewoon bovenop data zit die wij gratis geven. We krijgen het ook ook iets voor terug, maar ik, ik ga nu, het zijn wel meer vragen, dus ik ga hem niet uh, boel overnemen. Uh, oh ja, een van jullie zijn het GS1. Uh, dat, dat was jij, GS1. Ja, yeah. GS1. Wat is yeah. dat? Want uh, We gaan het in de volgende vraag, maar dat mensen thuis ook even weten waar we het dan over hebben. Ja, de, uh, uh, dat is een, uh, ja, een partij die uh, ja, datastandaarden eigenlijk uh, neerzet. En dan vooral binnen de consumentenproducten. Uh, en, en, en ook helpt met het enabelen van die data exchange. Uh, uh, dus we bieden daar platformen voor aan, maar ook de standaarden die in uh, de elektronische uitwisseling van berichten tussen ja. retailers en CP-bedrijven zijn. Het volgende even te noteren ja. thuis. Maar daar ja. gaat namelijk de volgende vraag over. Dat is de tweede vraag van Arjan van Lees, want wij houden ook alle data bij. Dat vraag 2, <laughs> dankjewel. Zou GS-1 de partij moeten zijn voor het beheren van data voor productherkenning? En zouden RFID-chips nog een rol kunnen spelen bij het herkennen van producten in relatie tot recycling en upcycling? Leef jij uit? <laughs> Leef je uit nou, vol, volgens mij uh, de, de GS1 one of jou dus ik uh, uh, er komen vast nog wel mooie antwoorden vanuit jou. Uh, nee, ik denk uh, ja kijk productherkenning en uiteindelijk informatie ergens op opzetten, dat is denk ik cruciaal. Hè? En wij gebruiken dan nu een QR-code. Kan dat die chip zijn? Ja, ik denk dat dat een heel goed is. Goed uh, uh, een andere technologie om inderdaad data uh, op te slaan. Dus uh, uh, mijn antwoord zou zijn ja. Um, dat het gebeurt als het belangrijkste. Dus uh, hoe je dan ook producten identificeert en ook bijhoudt, zeg maar de informatie levert. Hoe kan dit gerecycled worden? Of uh, heb je de informatie om het een twee leden te geven? Uh, en dat kan inderdaad QR-code zijn, RFID, gewoon een systeem die dat bijhoudt. Dus er zijn verschillende methodes oh, voor. Net worden wo we ook al artificial intelligence. Ja, ja, ja. Die gewoon kijkt van oh, ja. dit, dit zie ik, dit heb ik al 50.000 keer in een database gezien... en nu weet ik wat erin zit. Ja, het, het mooie van RFID is dat je inderdaad op afstand dan op het moment... Uh, de gegevens over het product hebt. Mm. En daarmee ook de koppeling naar, naar nou ja, wat zijn historie dan is geweest bijvoorbeeld... Uh, zou kunnen leggen. Uh, het, het nadeel is dat het natuurlijk weer... Een stukje uh, uh, elektronica is met zijn eigen uh, uh, materialen wat je, de, wat je erin stopt. Hè? Dus uh, als we het over materiaalschaarste hebben, dan zitten natuurlijk ook weer metalen in, uh, in, nou ja. als je die in. Als je daar tien van hebt, is een ander verhaal dan als je daar miljarden van hebt, als je hier de producten mee wil gaan, uh, gaan uitrusten. Dus dat is we ook een beetje een stukje overweging. Ja. Nee, er staat inmiddels um, een ja. andere ja, vraag. Ik ja, zie ja. je even checken. Wat vond ja, er ook maar al weer dus, maar, dus het idee van, 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 van het herkennen, dat, dat is ook al noodzakelijk, zeker ja. ook als je nog niet iets weet. Maar um, we gaan even, uh, ik denk dat het qua tijd voor de laatste vraag uh, gaan van Mark Vermeulen. Ik geloof dat dit de tweede is, dus die, die hadden we ook bij. Dank je wel. Um, uh, Wouter, kijk nou, nu weten we in ieder geval meteen voor wie die is. Hij haalt als voorbeeld een armatuur aan dat bestaat uit uh, PC, dus dat... dat, dat Polycarbonaat. Uh, Polycarbonaat, ja, precies. Okay. Um, dat zes keer herbruikbaar is. Waarom wordt dat armatuur niet van aluminium gemaakt, dat oneindig herbruikbaar is? Daarnaast is aluminium niet gemaakt uit aardolie als grondstof, wat in de basis niet circulair is. Waarom doet Signify dat niet? Nou, leg dat eens uit. Nou, uh, we doen het allebei. Dus we gebruiken Ach. ook uh, uh, metalen die we uh, uh, ja, oneindig, hopelijk in ieder geval oneindig inderdaad... om te smelten zijn en weer uh, her te gebruiken. Dus we doen het al allebei. Ik denk dat dat, het is een hele goede vraag, hè? van hoe ver wil je doorgaan met kunststoffen? Mm -hmm. Ik denk uh, voor applicaties waar kunststof gewoon een betere oplossing is, um, <tus> is dit het allerbeste. Hè? En die zes keer is met de huidige technologie, ik denk waar we naartoe zouden moeten... Is uh, dat we ook uh, kunststoffen inderdaad uh, oneindig kunnen recyclen. Daar zijn we nog niet, maar uh, uh, we zijn uh, allebei toch wel techbedrijven, zou je kunnen zeggen. Dus de, ik, ik, ik kan me voorstellen dat we dat naar de toekomst uh, to, uh, uh, ja, wel uh, gaan realiseren. Ja. Een andere optie is: uh, olie, inderdaad, van, van plastics uh, is nu vaak de bron olie. Hè? Als je dat uiteindelijk verbrandt, komt er dus ook nog weer CO2 extra in, uh, in de lucht. Dus als je dat al zes keer. Uh, hergebruikt doe je het al een heel stuk beter, maar nog steeds niet perfect. Ja, um, je kan ook naar de toekomst toe uit, uh, uit uh, groene materialen, biobased uh, uh, kunststoffen. Kun je dan ook uh, vanuit bijvoorbeeld mais, is dat op dit moment al uh, mogelijk. Dus ook uh, die stap naar dat soort uh, biobased. Uh, kunststoffen. Dat soort ontwikkelingen houden jullie niet voor in de gaten. Ja, we, 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 waar mogelijk uh, passen we die, uh, die toe. Het is ja. nog niet helemaal koffiedik kijken, hoewel dat hebben we net al wel gedaan met <laughs> Rotterdam. Maar um, en. en, en um, uh, ik zie, ik zie dat er nog één laatste vraag aankomt. Eén laatste vraag. Fair enough. Dan moeten we straks wat sneller afronden en dan ga ik hem ook voorlezen. Van, um, uh, de, de, de er zijn meerdere manieren om circulariteit te rapporteren. en te zorgen dat producten steeds beter scoren op circulariteit. Om voortgang te bewaken en KPI's te zetten, zijn er verschillende tools, onder andere CTI en Circulytics. Wat is jullie ervaring met deze tools? Ook om te zorgen dat het intern begrepen en gedragen wordt. Kijk, nu komen we in de nitty gritty. Uh, Fabiel, dank voor je vraag. Uh, misschien is dat er eentje voor jou? Ja, uh, er zijn inderdaad verschillende tools. Uh, en um, uh, mijn persoonlijke ervaring met deze twee is nul. Dus daar kan ik meteen eerlijk over zijn. Okay. Um, uh, maar, maar er zijn er inderdaad uh, meerdere. En uh, ik denk dat dit ook. Maar je ziet wel dat, dat ze dat het soort KPI's waarop gestuurd wordt, het soort elementen wat we in life cycle analysis gebruiken, dat je daar steeds meer harmonisatie en standaardisatie ook gelukkig in terugziet, zodat je ook weet dat je appels en appels met elkaar aan het vergelijken bent. En dat niet de een uh, rapporteert dat het super duurzaam is, terwijl de ander drie KPI's meer neemt en meeneemt en dat het ondereens toch maar niet zo blijkt te zijn. Ja. Um, uh, maar het is, het is een jonge markt in die zin, uh, helaas. Dat kan je ook zeggen. Uh, maar daarmee is er dus ook nog veel dynamiek. Um en, uh, uh, ja, en, en de keuze voor een specifieke tool, ja, je moet je van, van meerdere van meer dingen af uh, laten. Ja, dus maar de, 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 voor de acceptatie dat het gewoon een goed gebruikbaar tool is, is natuurlijk super belangrijk ja. Dus het is denk ik wel het soort vraag om te stellen. Ja. Um, ik kijk naar de tijd en, en we moeten gaan uh, afronden. Uh, het was net zo leuk. Uh, het, was, <laughs> ik, het was heel gezellig. Ik had er allemaal grappen in petto, maar <laughs> helaas, helaas. Nee, we, we, we gaan afronden, want het is tijd. En ik wil jullie kijkers heel erg bedanken voor de aandacht en natuurlijk ook voor alle vragen, want Maakt hier natuurlijk ook weer wat los, wat we niet van tevoren hadden bedacht. Absoluut. En ik vond het heel inspirerend, dus dank uh, Katje van Bamon van Capgemini en Wouter de Wolf van Signify heel erg voor jullie inbrengen en ook voor het beantwoorden van alle vragen. Um, uh, wij zijn aan het eind gekomen. En zoals ik aan het begin al zei, het zou kunnen dat u dit kijkt um, na de daadwerkelijke live-uitzending waarin we nu zitten. Uh, en als er dan toch nog vragen zijn of reden is om op wat voor manier dan ook in contact te komen, heb ik van allebei de sprekers begrepen: Joh, uh, reach out, eh, kom bij ons, want het zijn gewoon onderwerpen die belangrijk zijn voor, voor hen. En um, uh, ja, het is natuurlijk ook de bedoeling, zoals we zeiden, om samen te blijven werken en hier. Nederland een groots en meeslepend land in te maken die uh, voor, uh, 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 ja, voorop blijft lopen. En, uh, ik hoop dat dit er aan heeft bijgedragen voor het begrip. Het begrijpen van het belang en, en het hoe en het waarom van de circulaire economie en ook de rol van data daarin. Um, ik wens iedereen thuis nog een ontzettend fijne uh, donderdagmiddag of andere dag als je het later hebt gezien. En hopelijk tot de volgende keer in deze discussie. Sprekers, kijkers, dank jullie wel. Tot de volgende keer. Dankjewel, Kido.